dat jullie kijken. In deze video ga ik vertellen hoe je thuis makkelijk een terrasvijver kan maken. Er zijn heel veel verschillende manieren om een terrasvijver te maken. Heel erg groot of heel erg simpel. Maar het is sowieso altijd makkelijker dan een echte vijver met vissen in de volle grond. Stap 1. Waar begin je mee? Eerst zoek je naar een goede kuip. Je kan naar een zinken bak kijken. Zorg wel dat er een plastic velletje in zit. Of vijverfolie. Je kan een plastic bloempot doen. Of je gaat gewoon echt een boomkuip kopen. In ieder geval een bak wat naar jouw smaak is en jouw gewenste grootte. Op de bodem van de terrasvijver, als je de waterplanten en waterlelies neerzet, moet je of vijveraarde neerzetten of substraat. Zodat die waterplanten zich ergens in kunnen hechten. Overige spullen, zoals dit allemaal, is eigenlijk niet nodig voor een terrasvijver. Een terrasvijver is gewoon gemak. Dit is echt voor een complete vijver. En ik adviseer ook geen goudvissen of vissen in een simpele terrasvijver te plaatsen. Ik ga een waterlelie erin zetten, maar als je die koopt, moet het wel een beetje in vijveraarde of in vijvergrint. Nou, ik heb dus nog wat vijvergrint, dus die doe ik dan onderop. En zo. De lelie die zit in zo'n plastic mandje. Die kan je er in principe gewoon in laten zitten. En ik doe het vijvergrint er zo omheen. Daarna ga je nadenken welke planten je geschikt vindt. In principe zijn bijna alle planten geschikt voor een terrasvijver, maar kies een beetje verschillende hoogtes. En het moet ook in verhouding staan tot je bak. Als je een bak van 30 centimeter hebt, is het niet zo mooi om zo een hele grote in te zetten. En in kleinere bakken passen lelies vaak niet in. Dan kies je 2, 3, 4 planten afhankelijk van de bak. Bij de grotere bakken kan je ook een waterlelie doen, dan komen mooie bloemen naar voren. En als je een waterlelie ook gebruikt, en ook bij de andere waterplanten die op de bodem zitten, moet je een laagje vijveraarde of een soort grind onderin zetten. Dan de makkelijkste en leukste klus is de bak vullen met water. In deze korte video heb ik even heel simpel stapgewijs uitgelegd hoe je thuis ook een simpele terrasvijver kan maken. Ik hoop dat je het leuk vond en dat ik op je ideeën heb gebracht. Als je nog vragen hebt, kan je naar me mailen en anders tot graag de volgende keer.